We gaan richting 8:30 als deze supporters er ruim op tijd waren in het eigen stadion. Zij uit Groningen waren er wat later en werd keurig gewacht. Groningen deed een extra warming-up. De spelers van Helmond Sport deden dat ook. En dan kunnen we beginnen. Hier is Wouter van der Steen. Zo, dat is even inleveren bij Kevin van Veen. En die jaagt de bal vervolgens over de goal heen. Beetje een nerveus begin van Helmond Sport. Groningen is toch de ploeg die met de druk worstelt. Groningen moet deze wedstrijd gewoon winnen. Wil het een beetje mee blijven doen om die eerste periodetitel en zicht blijven houden. Op de weg omhoog natuurlijk naar de Eredivisie. Toch alweer 2 nederlagen geleden en een gelijk spel. Maar tegen PSV ging het crescendo en nu gaat het ook goed. Het enige wat ontbreekt is het maken van een doelpunt. Maar ze waren er hier. Met Touray in elk geval dichtbij. Het aanzetten. Oh, dat zag er niet best uit. Van Veen mag wel door. Van Veen mag door. Maar schiet de bal uiteindelijk zonder curve naast de goal van Wouter van der Steen. Grote vraag is wel. Wat is er met Touray? Het lijkt erop alsof er een hamstringblessure inschiet. Kijk maar, ja, hier gaat hij naar de grond. De assist. Ja, het wordt geen assist. Het is een gewone paas. Maar hij zal nodig gemist worden. Toch een van de vormgevers van dit FC Groningen. Hij eraf. En Emeral, de Fransman, komt er voor hem in. Helmond Sport maakt natuurlijk ook een zeer wisselend seizoen door. Won van Groningen voor het laatst in 1998. Toen was de Wolf, notabene, nog verdediger John de Wolf. Het ploeg uit Brabant. Hier de redding, goed, van Michael Verrips. Ja, hij worstelt toch ook een beetje met het elftal. Het scoort lastig, het wint lastig. Maar de hoop is er nog wel. Van Veen is een man uit Helmond. Speelde hier ook nog een paar wedstrijden in het eerste elftal. Speelde in de jeugd. Maar komt hier niet tot het maken van doelpunten. Wat overigens ook geldt voor Johan Hoven. Kaars is de puntspeler bij Helmond. Die wordt nu niet gevonden. Omdat achter hem Van Keijlegom opduikt. Maar die mist de bal volledig. Hier is Kaars weer. Van Vlerken is zelfs mee naar voren daar, de rechtsback. Het is de korte hoek, hij gaat er niet in. Ja, Kaars probeert het wel, 4 keer gescoord voor Helmond. Het had zomaar de 5e kunnen zijn. Ook hier is weer Martijn Kaars. Wat is hij gedreven? En Groningen is hier een beetje aan het rommelen. Komt uiteindelijk met de schrik vrij. Maar hij zal, Dick Lukien, toch ook niet heel tevreden zijn over datgene wat zijn ploeg laat zien. Met een uitgebreide selectie begonnen aan dit seizoen. Maar het blijft nog een beetje achter bij de verwachtingen. En nu achterstand, achterstand. Nee, want Verrips maakt het moeilijk. En de bal kan uiteindelijk van de lijn worden gehaald. Balker is daar de held. Want die deed dat. Daar gaat Groningen. Daar gaat Groningen. Daar is Van Veen. Speelde in Helmond ook nog bij Dijkse Boys. De ploeg die inmiddels al lang niet meer bestaat. Hij kent dit veld van Havel tot Gort. Zo, stevig ingreep. Van den Einde, de Belg. Lukien is daar niet heel gelukkig mee. Maar hier wel mee, want uiteindelijk is daar de goal. Jan Dust is de man van de corner en dan kan het gevierd worden met het publiek. Tom van Bergen is de naam. Dan gaat het toch een keer mis. Is Van Bergen weg bij zijn directe tegenstander. Dat is de Griek, Botos. En het Groningen publiek gooit dan het vreugdebier. Dat is zeer bekend in Helmond, want dat is al 2 keer eerder gebeurd. Er worden altijd maar wedstrijden gestaakt. En hier had Helmond bijna een doelpunt te pakken. Ja, Rente pakt de tegenstander bij de nek. Dat levert hem een rode kaart op van Hengens. Zit eerst nog even mis, maar komt dan bij de juiste speler uit. Verrips zit hier overigens ook mis.
man die bij de nek gepakt wordt. Die is een invaller, Lorentzen. En Kaars voor zijn vijfde van dit seizoen. En die, nou ja, die schiet hij niet bescheiden binnen. Het Helmond Sportpubliek weet dat er extra maatregelen komen als er weer met bier gegooid wordt door de thuisploeg. Dat gebeurt dus niet. En dus kan de wedstrijd nu wel verder en krijgt hij nog een winnaar. Want dit is een teleurstellende stand voor Groningen. Dit is, ja, Van Gelderen. Daar is heel veel te doen geweest in het noorden van het land over deze Ajax-ziet. Niet in de discipline, teruggezet. Uiteindelijk verzoenende gesprekken. En door Lukien weer bij het eerste elftal gehaald. Invallen. En die invalbeurt is goud waard. Want Groningen neemt uit Brabant 3 punten mee naar het hoge noorden.